eerst dachten wij, we gaan sowieso niks winnen, omdat we nog helemaal geen hele prijs hebben we gehad. We waren iets van 12e plek bij de robot of zo. Ja, 11e. Ja, 11e. En toen werd opeens heel hard op het podium geroepen. En toen bleek dat jullie gewoon hadden. Ja. Ja. En hadden jullie dus niet verwacht? Nee. Helemaal niet. Grappiger was, mijn vader en mijn broer waren in de auto aan het kijken en ze schilden keihard toen ze hoorden dat ik wel, dat we onze team won. Het is een borstelpak. Voor ons. Dat laat je eigenlijk dan voor ons toe. Ja, in shape. Hij gaat draaien en dan gaan de borstels die daaronder zitten, die gaan dan draaien. En daar tegen het gestel zodat ze af en naar beneden kan vallen. Hey. En nu mogen jullie naar Amerika? Ja. Zin in? Ja. Wel best lang vliegen, denk ik. Volgens mij zijn ze 8-9 uur of zo ongeveer. Met de overstap of zonder, ik weet niet. Kijk, en waarom, wat is de reden dat jullie dit gemaakt hebben? Door deze jongen hier op onze t-shirt, Boas. Maar we hadden ten eerste, hadden we bij Google Form, hadden we allemaal vragen gehad. Ja. En ik kwam het meeste van de kinderen willen graag buiten zijn. Dus we hebben iets gekeken rond onze school. En toen zagen we een vrouw met een kinderwagen. Ja. Ja. Door viezigheid. Okay. En toen dachten we, misschien kunnen we iets maken voordat het schoon wordt. En wat hebben jullie precies gebouwd? We hebben een prototype gebouwd en dat is zeg maar, ons prototype is een boom. En als je gaat schommelen, dan gaat de licht aan in de boom. En dan gaat die kleur ook helemaal lichtjes geven en gaat die bewegen. En als er dan iemand op de wachtrij gaat staan, gaat daar een muut. Zeg maar, alle lichten gaan dan rood knipperen. En hoor je ook dat je moet wisselen. En na 20 seconden gaat dat knipperen en de licht weer uit. Nou, mag die hier ook in de tuin komen, op het schoolplein? Ja. Ja, dat dacht ik al. En jullie zijn een heel nachtje zijn jullie weg geweest? Of twee misschien wel? Twee. Kijk, wat hebben jullie allemaal voor de rest gedaan? In de jacuzzi gezeten, naar de stad en naar de kathedraal. Kijk aan, en hoe was die kathedraal? Mooi. Ja? Heel erg. Maar we hebben vooral in de jacuzzi gezeten. Hoeveel man gaan jullie die kant op? Zes volgens mij. Zes en dan nog een paar begeleiders. Ja. Of ouders die moeten zelf betalen. Oh, ja. Oké. En dan ga je daar, hoe lang duurt het kampioenschap zeg maar? Drie dagen. Drie dagen? Ja. Drie dagen? Ja, 3 dagen maar. Dat wist ik niet. Dan gaan we lekker leuke dingen doen. Ik hoop het. En moeten jullie daar dan ook nog ter plekke wat bouwen of gaan jullie dat allemaal van tevoren? Misschien denk ik. Ik denk dat als de wereld nog af was van onze prototype dat we nog wel even moeten lijmen. En maken jullie daar ook kans om te winnen of heb je nog geen idee? We hebben echt geen idee. We kennen daar niemand en zo. We moeten denk ik ook onze presentatie in het Engels gaan doen. Je denkt het niet, het moet gewoon. Ja. We kunnen vast wel een beetje Engels, toch? Ja, ik wel. Ja. Ben jij als een redder genoeg, denk ik. De meeste van ons. Ja, meeste. Ik gebruik gewoon meestal koekjes. Jullie veel succes wensen. Dank je wel. We gaan winnen, hè? Ja. Ja, denk ik.